ik vergeten ben te vertellen, echt leuk nieuws. Ik zag dus een paar, 3 dagen geleden kreeg ik dus de link van het filmpje te zien op YouTube. En ik liep dus vandaag het winkelcentrum in. En daar stonden dus mensen die verkochten eigenlijk het waterproduct. Dus het grote waterfiltersysteem. Maar in deze zin, dat ze zeiden, ben je vanmiddag thuis, dan komt er iemand bij je langs. En die gaat het water voor je testen. Nou, toen dacht ik, 3 dagen geleden heb ik dat filmpje gezien. En toen zeiden we tegen elkaar, zou het niet handig zijn als we weten hoe goed ons water scoort. En zeker nu we het zelf wil filteren. Want we hadden zoiets, misschien moeten we het zelf weer gaan filteren. En dit is dus het resultaat. Ik wil even iets met je delen. En ik vind dat de hele wereld dit moet weten. Ik had echt heel mooi, ik kreeg van de week, kregen Rick en ik een filmpje toegestuurd van zijn moeder over water. En dan over hoe water gefilterd werd. Nou heb ik hier een aqualizer machine uit Nederland meegenomen. En er zitten mineralensteentjes in en we hebben zelf nog wat kristallen erin gedaan. Die had ik uit Nederland meegenomen. Daarnaast heb ik een andere waterdestilleerder, deze. Maar die zijn we een tijdje niet gaan gebruiken. Ze zeggen het kraanwater hier is goed. Maar wij dachten, wij gaan gewoon voor de flessen, voor de waterflessen. Dus we hebben een tijdje lang waterflessen gebruikt. Nou zagen we van de week dus een filmpje waarin iemand met een soort elektromagneet, elektriciteit, het water inging. En die ging meten hoeveel afvalstoffen er in het water zitten. Dus hoe slecht het water is en hoeveel het water scoort, zeg maar. Zeg maar. Dus hoe hoger, er was een klein apparaatje, en hoe hoger die scoorde, daar hoe slechter het water. Dus dan zit het vol chemicaliën. Nou, ik ga het je vertellen, ik ga het je laten zien. Ik neem het je even mee, ik film zo, dus ik moet het even goed doen. Nou, we hebben hier een glas, ik weet niet of je het kan zien, ik denk het wel. Dit is een glas kraanwater, en het kraanwater scoorde 480. Hij deed apparaatje erin, dan moet je kijken hoeveel vuiligheid er in dit water zit. Nou, dat is niet normaal. Even van boven gefilmd. Dit is het water. 480 scoorde het en zoveel chemicaliën zitten in dat water. En dat drink je dus. Niet fijn. Dit is ons water. Heel klein beetje geel uitgeslagen, maar ons water, wat we dus vanuit de kraan... Vanuit de kraan doen we het water in de waterdestilleerder. Dit is een MP4 destilleerder. Dit haalt eigenlijk alle mineralen ook uit het water. Deden we het van deze in deze. Ja, dat is inderdaad een heel proces. Maar hè, de steentjes mineraliseren het. Dus deden we het hierin. En die scoorde op 19. Nou, het water van... Er kwam dus een meneer langs die verkocht zijn water. Dit is zijn water. Dit scoorde 13 en wij 19. Dus zo goed is dit water. Dit is osmose, alkalisch osmose water. En dit is dus ons gedestilleerde en gemineraliseerde alkalische water. En dit, lieve mensen, is het water uit een fles. Dus dit is het water uit een fles die we bij de Lidl hebben gekocht. En uit die test van die man, kijk eens hoe oranje het is, zie je dat? Dus fleswater in Nederland en in België, het beste uit de test kwam Spa Blauw. Als je waterflesjes koopt, koop Spa Blauw. Die scoorde volgens mij ook zoiets op 19. Maar dit wilde ik gewoon wel even met je delen, nog een keertje op een rijtje. Dus kraanwater, nou ja, ons gedestilleerd en gemineraliseerd water... Osmose, alkalisch osmosewater en water uit een fles. Ja, weet je hoe belangrijk het is om goed water te drinken? In ons watersysteem, daar zit dus zoveel chemicaliën in als metalen, medicijnen, koper, nou noem het maar op. Het zit er allemaal in. Hij heeft het net allemaal verteld, ik heb er net naar geluisterd. Ja, dus... Het linkje van het filmpje zal ik hier even onder dit filmpje zetten. Ik zal echt, ga je verdiepen in goed water. Dit is van de gezondheidsshop. Als je deze koopt, koop hem in het glas. Want plastic is eigenlijk ook niet goed. Dus dat vertelde die meneer net. Van eigenlijk is dat voor de bacteriën niet heel erg fijn. Je kan beter van glas iets kopen. Alkalisch water. En je hebt allemaal dingen die je aan de kraan kan aansluiten. En doe het, doe het, doe het. Het is echt... onwijs slecht voor je nieren om gewoon dit te drinken. Dit gaat allemaal je lichaam in.
dit gaat allemaal, jouw nieren moeten dit allemaal filteren. Vind je het gek als je lichaam, immuunsysteem, hart moet werken, niet helemaal goed is? Dat gaat allemaal je lichaam in. Dus wij hebben een percentage van 19, of dat kwam eruit, een getal van 19. En dat is goed water. Je wil zo onder de 50 blijven met water. Dus spaar blauw in Nederland drinken. Filter je kraanwater en neem het echt serieus. Neem het serieus. Ga dat filmpje kijken en anders weet, hier staat het levende bewijs. Ga je water filteren. Essentieel voor je gezondheid. Ciao.